Hallo YouTubers, Joshua Hanik van FutureWolves hier. Met een video waar misschien voor sommige mensen al lang op is gewacht, namelijk een nieuwe babyvideo. Heb ik vorig jaar denk ik ook wel eentje gemaakt, misschien het jaar daarvoor, maar blijft toch altijd rond deze tijd van het jaar mensen die dat leuk vinden om te zien, nieuwe jonge slangen te zien. Maar ook krijg ik wel de vragen van nou, hoe zet je jouw babytjes op en dat soort dingen en hoe pop je ze? Nou, dat ga ik in deze video allemaal laten zien. Ik heb namelijk daar een nestje slangen die helemaal is uitgekomen en helemaal zijn verveld inmiddels ook. En die ga ik opzetten en dan ga ik allemaal filmen. Er komt echt geweldige cameratrucage en zo bij kijken en edits en dat soort dingen. Dus blijf zeker kijken. Nou, ik begin eventjes bij het begin. Dit zijn mijn broedstoven. Het zijn gewoon drie losse kasten, maar het zijn er wel drie. Dus ik kan ze allemaal apart aan en uitzetten. Hier gebruik ik 3 liter braplasboxen met vermiculiet en daar doe ik de eitjes in. Daar heb ik al andere, nou ja, ik zal niet zeggen tientallen video's over gemaakt, maar kun je zeker terugvinden over hoe ik die eitjes opzet en zo. Nou, hoe ik het doe, als nou bijvoorbeeld die twee nesten, die zijn nu aan het uitkomen. Dus slangen komen altijd binnen een paar dagen uit. Dus het eerste babytje wordt misschien op maandag geboren en de laatste van het nest komt misschien pas op vrijdag of zo uit zijn ei. Nou kun je ze gewoon in zo'n bakje laten zitten. Alleen soms krijgen ze dat vermiculiet, blijft bijvoorbeeld in de bek zitten als ze naar elkaar happen of wat dan ook. Zeker Scalus rattenslangen, die willen nog wel eens dat vochtige vermiculiet aan de lijf blijft plakken, zeg maar. Dus wat ik doe, ik haal ze steeds één of twee keer per dag. Kijk ik gewoon welke eruit zijn gekomen en die zet ik apart. Nou, en wat ik dan doe, dan heb ik zo bijvoorbeeld hier een jonge slang. Nou, daar loop ik dan zo mee, heel voorzichtig en hou ik hem goed vast. En dan zet ik hem in dit rek. Dit zijn ook braplasbakken, maar ik weet niet hoeveel liter ze zijn, maar dit zijn veel hogere. Ter vergelijk, dit is een 1,3 liter braplas, daar ook de babytjes in. Nou, zo'n 3 liter is 2 keer zo groot. Dus deze is qua oppervlak ongeveer net zo groot, maar vooral een stuk hoger. En het fijne daaraan vind ik zelf vooral, dat de baby's er niet meteen uit kunnen kruipen. Zeker als je bijvoorbeeld 20 baby's in zo'n laag bakje hebt, dan ziet ze alle kanten op. Dat is irritant. Dus ik ben dit jaar eigenlijk pas begonnen, want ik heb dit rek pas sinds begin dit jaar, om ze hierin te houden. Nou, hier krijgen ze een waterbakje, een schelgrotje en ze zitten op tierwol. Nou, hier zitten dus wat skelissen en geschubte baby's in allerlei combinaties. En die ga ik dus in deze video nu allemaal poppen. En hoe ik het geslacht bepaal en ik bepaal hoe ik de morfs bepaal. En dat ga ik jullie allemaal laten zien. Dus dat gaan we nu doen in de volgende shot. Ben ik weer in mijn mooie FutureMorph shirt. Limited edition versie, worden niet meer gemaakt. Er zijn er nog maar een paar, niet eens alle maten zijn meer beschikbaar. Dus ben er snel bij. Nou, wat ik nu dus, ik heb hier de bak met slangen. Zonder dekseltje erop, maar ik sta er toch bij. Dus. Dit is uit een mannetje. De papa is een Scalus Ultramel. Hij was Possible Het Anneri. Maar er zitten Anneri's bij, dus jee. Ook nog Possible Motley of Hippo. Nou zie ik geen Motley's of Hippo's zo te zien. En de mama was een Hippo Het Scalus Ghost AML Motley. Dus ik heb een hoop kunnen testen van het mannetje. Daar gebruik ik ook een fauna box voor. Simpel, maar effectief. En ik zal eventjes zo doen. Zoals ik zei, die baby's die kunnen op een gegeven moment gaan krioelen. Je ziet nou al, ze beginnen een beetje actief te worden. Logisch, want ze denken, wat gebeurt hier allemaal? Wat ik dus kan doen, is als ik nou hier het dekseltje openmaak, dan kan ik zo een haffeltje slangen pakken. En voorzichtig door dat gaatje naar binnen doen. Nou, zoals je ziet, kijk, deze die wil wel ontsnappen, maar dat gaat nog wel. Ik zie wel trouwens dat er 1 of 2 nog niet verveld zijn, maar dat is niet zo ramp. Bijvoorbeeld deze. Nou vragen mensen wel eens, hoe kun je dat dan zien? Nou, dit is een is het een wildkleur of een andere? Ineens een donkere wildkleur. En die heeft nog een beetje een rare gloed over zich heen. En daar hebben ze eigenlijk, als ze nog niet de eerste vervelling hebben gehad. Oh, ik zal een beetje proberen te focussen. Nog steeds een mooi babytje. Je kunt ze zo wel poppen hoor. Het nadeel is alleen dat je soms het velletje dan hier een beetje stuk maakt. Dus ik probeer dat altijd pas te doen nadat ze allemaal verveld zijn. Nou, ik doe ze dus hierin met als reden dat ik ze dan direct makkelijk als soort van, eruit kan grabbelen. Zonder dat ze al te makkelijk kunnen ontsnappen. Deze trouwens wel, dit is wel heel cool. Dat wordt misschien wel een blijvertje. Dit is Scalus Ultramel Anneri sowieso. Geen Motley zo te zien. Wel een redelijk kaal buikje, maar. Maar goed, die gaan we. We gaan eens kijken wat het straks allemaal zijn. Nou nogmaals, hier kunnen ze dus niet zo makkelijk uit. Of als er nou, ik noem maar iets, de deurbel gaat. Of ik moet heel erg naar de wc. Dan doe ik gewoon zo klik. En dan weet ik, nou ze kunnen nergens heen.
Pro-tip, ik doe altijd eventjes hier met je handen erin gaan, dat er geen verstoppen zitten en onder de bodembedekking zitten. Geloof me, daar kunnen ze goed zich verstoppen. Dus. Zo, die hebben we niet meer nodig. Nou, en wat ik nou ga doen, ik heb alles bij de hand. Het lijkt wel alsof ik een professionele kweker ben. Heel simpel, dit zijn gewoon kleine papiertjes. Van die memo blokjes die ik gewoon in stukjes knip. En die leg ik zo vast een paar neer, want dat schrijft makkelijker. Nou ga ik dit, ik zal niet heel de video of jij alles direct helemaal alles laten zien hoor. Want dan duurt mijn video waarschijnlijk een half uur. Als jullie daarop zitten te wachten, doe een duimpje omhoog. Hè, zo, dat vindt YouTube leuk, vind ik leuk. Nou, je hebt een pen nodig. En plakband. Om ze direct natuurlijk vast te plakken. Ik zal gewoon vooraan beginnen. Wat ik altijd doe, maar dat is ieder voor zich natuurlijk. Je kunt net mijn t-shirt zien. Ik begin altijd met de minst leuke baby's. Heel onaardig gezegd, hè, want het zijn allemaal natuurlijk mijn kindjes. En ze zijn allemaal bijzonder. Maar, die Scalus Ultramel Annerie is net iets bijzonderder dan een wildkleur. Hoe onaardig het ook is. Dus wat ik dan doe, ik zoek een wildkleur uit. Die ook zeker niet lelijk zijn hoor. Alleen, ja, ik moet ze natuurlijk op een volgorde zetten. Dus, een wildkleur is natuurlijk iets minder bijzonder qua hoe uniek ze zijn. Dan pop ik ze. Nou, dit is een mannetje. Even kijken of jullie goed kunnen gaan laten zien. Even deze dicht doen. Wat je doet met poppen. Het pop is dus het geslacht bepalen van in dit geval een jonge rode rattenslang. En je popt daarmee, als het een mannetje is, de twee hemipenissen naar buiten. Want ja, slangetjes hebben twee hemipenissen. Mannetjes tenminste. En vrouwtjes hebben dat natuurlijk niet. Dus als je nou op het goede plekje duwt. En nou ja, ik heb er inmiddels duizenden gedaan in mijn leven. Dus ik weet wel waar ik moet duwen. Betekent niet dat ik nooit een fout maak natuurlijk. Maar het gaat aardig makkelijk als je weet wat je doet. En daarmee kun je dus zien of het een jongetje of een meisje is. Nou, de cloaca die zit hier, daar hou je je vinger op. Maar dat is eigenlijk puur om tegen te houden. Dus je hoeft daarop niet echt te duwen. Dus de kant waar de darm en de kop zit, zeg maar, daar hoef je eigenlijk niet echt op te duwen. Dat is puur om tegen te houden. Nou, sommige mensen vinden het fijn om de staart een beetje naar achter te buigen. Maar voor mij hoeft dat niet eens. Ik hou ze eigenlijk gewoon recht. Even kijken of jullie het zo kunnen zien. En dan druk ik daar. En dan zie je, ik weet niet of je erop focust, twee kleine rode puntjes. Dus dit is een jongetje. Nou, wat ik nou dus zou doen, maar ik heb mezelf een beetje, nou het lukt trouwens net, maar ja, maak het mezelf niet makkelijker met de camera erbij. Zo, nou die zet ik daar dus neer en dan schrijf ik hierop, dit is het eerste diertje, nou dit is nest nummer 10. Het is een man en het is een wildkleur. Nou maak ik van wildkleur WK, puur omdat ik anders wildkleur moet schrijven. Dus dat betekent bij mij wildkleur, maar goed. Je kunt er ook normal van maken of classic of net wat je wil natuurlijk. Dus. Nou, zo ga ik ze dan direct dus allemaal af. Zal ik er voor de leuk nog eentje doen. Kijken of we misschien een vrouwtje tegenkomen. Oh, iets anders wat ook nog grappig kan zijn trouwens. Als je nou bijvoorbeeld, in dit geval, ja, ik zeg al ik heb deze dus ook nog niet gepopt, hè. Daar waren jullie bij. Dit is een amel, ook een heel mooi diertje. Je zou bijna zeggen het is een high white of een reverse okatee, maar er zit niet echt okatee bloed of zo in. Hier kun je eigenlijk aan het staartje al zien, omdat er natuurlijk geen zwart pigment in het diertje zit. Kun je al zien dat het een mannetje is. Dat, ja, klinkt stom, maar ik weet eigenlijk zeker dat er nou, plop, twee plassertjes uitkomen. Twee hemipenisjes. Ik weet niet of jullie het kunnen zien weer. Of hierop focust. Als je dus zou willen oefenen met, stel je hebt een eerste nestje baby's en je weet niet zeker hoe je moet poppen. Woep, zo doen. Sowieso, pro tip 1, ga nooit zomaar lopen duwen en zo. Want als je niet weet waar je moet duwen, lukt het toch niet. Dat is punt 1. En je kunt zo'n slangetje natuurlijk echt wel kwaad doen. Als je ziet hoe dun zo'n ruggengraatje is, ja, als je eigenlijk een keer zo doet, dan breekt het. Ik heb ook wel eens gezien dat mensen de schubben er letterlijk hebben afgevreven, dus doe dat ook zeker niet. Maar als je dan bijvoorbeeld een snow hebt, of een blizzard, of een amel, net als deze, hou die dan gewoon tegen het licht in en dan zie je eigenlijk al een beetje twee, nou ja, bijna, het lijken bijna bloedvaatjes die je bij jezelf op je arm kunt zien, zeg maar. Een beetje, ja, een rozige gloed komt er doorheen. Dan weet je eigenlijk al bijna 100% zeker dat het een mannetje is. Omdat vrouwtjes, die hebben gewoon niks in die staart zitten. Die hebben daar geen voortplantingsorganen. Dus die hebben daar helemaal niks zitten. Nou, ik ga deze babytjes dus allemaal poppen. Dus het geslacht bepalen, de morf bepalen. En dan zet ik ze allemaal in de bakjes. En dan ben ik zo nog bij jullie terug daarvoor. In de tussentijd heb ik een moeilijke vraag voor jullie. Doe dan even hieronder reageren. Hebben jullie de Corn Snake, de Corn Song Remix al gehoord? Van de beste slangenrapper ooit, de Corn King. Dus zet even de video op pauze. Dan ga ik verder met mijn slangetjes. En dan moeten jullie zeggen of je het liedje al hebt gehoord. En zo nee, waarom niet? Sjoe.
Nou, ik ben benieuwd naar al jullie reacties die jullie hebben achtergelaten tijdens jullie pauze. Hebben jullie echt gedaan, hè? Heel goed. Twee dingen. Ik zal jullie wat baby's laten zien, nou ze allemaal opgezet zijn, hoe ik dat dan doe. En ook, de reden, ik heb thermostaten van Lucky Reptile. Jullie zien er hier bijvoorbeeld eentje branden. Deze staat uit en dan denken jullie, waarom Joshua, maar dan zitten toch slangen in dat rek. Nou, ik had dat, die heb ik net aangezet, ik denk een half uur of een uur geleden of zo. Omdat ik toen dit rek ging vullen, zeg maar, met beukensnippers en waterbakjes. En hij zat nu inmiddels over de 40 graden te knipperen. Dus die thermostaat die is kapot of wat dan ook. Het is ook echt veel te warm, dus daarom staat hij nu uit. Ik heb gelukkig nog reserve thermostaten, dus die ga ik er zo direct eentje opzetten. Maar, pro-tip nummer 2 uit deze video. Gebruik altijd de thermostaat op elke warmtekabel, op elke warmtemat, op elke keramische lamp. Het enige waar ik geen thermostaat op zou gebruiken is op gewone lampen of UV-lampen of wat dan ook. Want die gaan natuurlijk de hele tijd aan en uit en dat is irritant. Maar elke warmtebron waar geen licht afkomt, zet er alsjeblieft de thermostaat op. Dan zie je namelijk meteen gewoon hieraan dat het te heet is. Anders was ik er nu misschien niet achter gekomen. Hè? Want ik heb de bakjes open, ik zet het slangetje erin, bakje dicht. Dan merk je het pas als het misschien te laat is. Want 40 graden is natuurlijk echt veel te heet. Dus, koop een thermostaat. Ik ben niet eens gesponsord, maar koop ze ergens. Maakt niet uit waar. Dan zal ik nu wat baby's laten zien. Moet ik natuurlijk weer de camera wisselen. Dus dan gaan we weer eventjes zo doen. Zo. Ik zei dat er geweldige effecten zouden komen. Deze, kijk, zoals jullie zien, die begint te vervellen op zijn neusje. Dit is de leukste, dus de laatste van het stel. Een Scalus Ultramel Anneri mannetje. Daarnaast hadden we een Scalus Ultramel mannetje. Nog een Scalus Ultramel mannetje. Deze ook wel heel cool. Het is een Scalus Amel, maar die is echt heel erg high white. Nou, je zou, als je dit ziet, echt iedereen gaat zeggen, dit is een reverse Okiti Scalus. Maar ja, nogmaals, daar zit eigenlijk helemaal geen selectieve kweek in op Okiti. Maar bij mij komen er gewoon regelmatig hele high white Scalus uit. Ook een mannetje trouwens, dus mocht iemand denken, die is mooi. Nou, kijk op de morflijst of je er nog is. Verder twee vrouwtjes en een mannetje gewone Scalus en Ultramel Anneri. Dus uit het nest van, moet ik eventjes goed tellen waar we begonnen. 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19 babytjes in totaal. Zitten er maar twee Anneries bij. De Ultramel Anneri en de Scalus Ultramel Anneri. Het was natuurlijk wel het maal het. Maar statistisch gezien zou je dan dus 1 op de 4 zou een Anneri moeten zijn. Dus 4 tot 5 baby's zouden er eigenlijk wel in moeten zitten. En toch zijn er maar 2. Dus mocht je nou ooit een nestje kweken en je verwacht bijvoorbeeld Anneries en je hebt maar een nest van 6 of 10 eieren. Kan het heel goed zijn dat er geen in zit. Ik krijg nu wel eens mensen die zeggen van, oh Joshua, ik heb jou die en die slang gekocht met die genetica, maar het is er niet uitgekomen. En bijna altijd kom ik er dan, als ik dan na ga vragen, dan of misschien is een van de twee slangen geen bewezen het Anneri in dit geval. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar ook soms, het gaat bijna altijd om hele kleine nesten. En je moet gewoon geluk hebben. Iedereen die mij op Facebook volgt, ik had een nestje van een Palmetto het Scalus maal Scalus. Daar had ik 11 eitjes. Nee, 10. Ja, 11 eitjes. Eentje was geschubt en 10 waren schubloos, dus Scalus. Dus dat zou ook 50-50 moeten zijn. Maar daar had ik heel veel geluk. Daar had ik echt 10 Scalussen, terwijl er eigenlijk dus maar 5,5 gemiddeld in zouden moeten zitten. Maar ja, er, soms, net als met dit, heb je dan iets minder geluk. Dat is dus hoe ik ze opzet. Wat ik nu het volgende wat ik ga doen, is mijn laptop erbij pakken. Maar dat ga ik jullie niet laten zien, dat wordt saai. Maar ga ik dus alle baby's die zijn geboren op de morflijst zetten. En als ik dan die morflijst dus weer upload naar het internet, dan kunnen jullie die ook allemaal zien. En waarschijnlijk tegen de tijd dat deze video online komt, dan staat die ook online. Dus hieronder, zo kunnen jullie alle links vinden. Naar mijn website, daar staat die op. Maar ook naar mijn Patreon, naar Facebook, noem maar op. Je kunt alles vinden in die links. Als je één link moet onthouden in je leven, is het www.future-morfs.com. Als je die namelijk weet, dan staat al mijn informatie op. Dus ook de link naar de morflist en naar alles. Daar zijn gratis downloads op. Met care sheets, met informatie over palmetto's, met informatie over red factors, de meest gestelde vragen, noem maar op. Uren en uren lang plezier. Misschien minuten tot minuten. Maar goed, ga naar futuremorphs.com en daar kun je alles vinden. Bedankt voor het kijken weer en tot de volgende video. Doei!